Ja, allemaal leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Ik had laatst de allergekste melding ooit op de dierenambulance. Ik werd opgebeld en ik moest echt met spoed richting de wallen, want er was daar een dier. Midden op de straat stonden omstanders omheen. Gelukkig op gepaste afstand was ook de bedoeling als je zo'n dier daar zou zien liggen. En het ging om een ontsnapt beest. En ik kan je vertellen, dat dier, dat wil je niet in je been of ander lichaamsdeel hebben hangen, want dan kan het nog wel eens een keer heel fout aflopen. Ben je nou benieuwd hoe dit is afgelopen en om wat voor dier dat zou gaan? Dan moet je blijven kijken. Nou, de dag begon weer gewoon als een normale dag. Ik heb mijn klofje aangetrokken van de dierenambulance. Ik stapte de fiets op en ik kwam daar. Nou, de ambulance klaargemaakt, ambulance eruit gereden. We hadden eventjes besproken wat de openstaande meldingen waren met de meldkamer. Want dat doe je altijd eventjes. Dan kom je aan en dan zeg je, nou jongens, dames of heren, wie daar in de meldkamer zitten. Wat zijn de meldingen die er nu openstaan? Waar kunnen we nu als eerste heen? En er waren niet zo heel veel bijzondere dieren. Er was volgens mij een duif die moest opgehaald worden. En we moesten mijn vrouw helpen met de hond brengen naar de dierenarts. Stond niet per se een hele gekke melding open. Dus wij stappen rustig met een koffietje op de ambulance in. En we rijden richting de duif. En op een gegeven moment gaat de portofoon af. De meldkamer. Zegt AD, we reden op de AD3 volgens mij. AD3. Nou, ja. Oké, jongens, jullie moeten met spoed richting de Wallen. De Wallen, dat is een buurt in Amsterdam. En daar waren we 10 minuutjes vandaan. Jullie moeten met spoed echt plankgas daarheen. Want iemand heeft gebeld over een gifslang die daar zou liggen. Een gifslang en wel een cobra die midden op de straat in de Wallen zou liggen. Gelukkig hadden die mensen afstand genomen. En dat had de meldkamer ook gezegd. Iedereen naar achteren. De dierenambulance komt er zo snel mogelijk aan. En zo gingen wij op de melding van de cobra af. Ik had geen idee wat ik moest verwachten. We hadden trouwens een appje gekregen van die persoon naar de meldkamer. Had de meldkamer doorgestuurd. Dan kijk ze op die app en inderdaad ligt daar op de straatstenen een slang. Met zijn kop zo tussen de stenen en zijn lichaam zo kronkelend over de straat. De persoon zei dat hij hem nog misschien wel, misschien niet een beetje had zien bewegen. In elk geval, bizar, gelijk er naartoe. Morgen gaan we eens eventjes dienst draaien op de dierenambulance. Het is niet zo lekker weer, dus dat is top. Dus even kijken welke dieren we kunnen redden. Ik krijg net een melding van een vermeend overreden cobra op de Wallen. Ik weet niet wie er gebeld heeft, maar we gaan eens eventjes kijken. Hey, dat is om de straat, hè? Oh, er staat ook iemand bij. Ja. Nou, we zijn er hoor. En er ligt inderdaad op de straat. Even kijken. Ja, joh, dat gaat echt heel snel. Nou, meer. Het lijkt meer een naakslak. Oh ja. Dit is inderdaad een cobra. Een levensgevaarlijke. Oeps. Alleen wel van plastic. Ja. Nou, laten we maar gauw meenemen. Snel wegbrengen, ja. Jongens, het was inderdaad een cobra, maar dan een plastieke variant. Midden op de Wallen, inderdaad, daar op de straat. En ik moet eerlijk zeggen, van een afstandje kon je het echt niet zien. En gelukkig hebben de mensen afstand gehouden, goed geluisterd. Zijn ze er niet op afgegaan, want als jij zo'n slang ook zou zien, dan moet je echt niet daar naartoe gaan. Het is de laatste tijd steeds vaker gebeurd dat giftige slangen ontsnapt zijn. Deze cobra, dat was dan de plastic. Maar ik weet niet of jullie in het nieuws hebben gezien. Een aantal maanden geleden was het die groene mamba die ontsnapt was. Een paar weken geleden nog was het die schildneuscobra. En dat zijn dan van reptielenhouders waarbij die slang, ja, het kan gebeuren als door een foutje. Je hebt het slotje er niet goed op gedaan. Het is mij ook een keer overkomen met meneer Tortellini. Nou is meneer Tortellini geen gifslang, maar een hele ongevaarlijke koningspython. Toen had een vriend van mij hier het slotje niet goed erop gedaan. Dus meneer Tortellini weg. Lag hij uiteindelijk in mijn bed. Jullie zien het hier.
Ik heb de boer ook net zo lekker allemaal opgeruimd. Ik bedoel, waar kan hij nou nog zitten? Hé! Hey. Gozer! Oh! 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 Gelukkig was hij niet ver van huis gegaan en zat hier gewoon in mijn bed. En dat zag je ook met die schildneuzencobra en die groene mamba. Het is buiten natuurlijk gewoon koud. Het zijn koudbloedige dieren, dus ze hebben de warmte nodig om te kunnen bewegen. Ja, waar is het lekker warm? Binnenshuis. Dus die hier groene mamba, die zat volgens mij ergens tussen de muur. Die was door een heel klein kiertje gekropen en die zat tussen zijn spouwmuur. En die schildneuzencobra, die was ook ergens in de buurt gevonden. Maar ja, het zou zomaar kunnen wanneer de temperaturen warmer worden. Zie je ook, dat is ook vaker gebeurd, dat slangen wel naar buiten gaan. En nu heb je bijvoorbeeld in de duinen, in de Haagse duinen, waarschijnlijk zijn die vrijgelaten, maar hele grote Amerikaanse stierslangen. Nou, dat zijn gelukkig geen giftige slangen, dat zijn wurgslangen, maar wel van 2 meter groot. Dat is waarschijnlijk door een terrariumhouder gebeurd, die er niet meer voor kan zorgen. Die heeft hem buiten losgelaten, maar die kunnen tegenwoordig hier in de Nederlandse natuur nog prima overleven. Dus het is niet meer zo dat dat soort slangen hier per definitie niet buiten zouden kunnen overleven. En dat het onmogelijk zou zijn als je zo'n slang tegen zou komen. Daarnaast hebben we in Nederland gewoon 3 inheemse soorten slangen. De ringslang, de gladde slang en ook een giftige slang, de adder. Dus die slangen zou je tegen kunnen komen. Waarvan dus 1 giftig is, die adder. Daar moet je ook zeker niet in de buurt komen en hem echt niet gaan aanraken. Ze zijn totaal niet agressief. Maar ja, als je een slang ziet, ga er gewoon buiten niet naartoe, want het kan zomaar een giftige zijn. Als het niet 1 van die 3 inheemse slangen is, dan kan het dus 1 zijn van een gekke terrariumhouder die er niet meer voor wilde zorgen en hem niet naar de opvang heeft gebracht, maar hem buiten heeft losgelaten. Of een ontsnapte slang, zoals die groene mamba en die schildneuscobra. Kortom, zie jij een slang buiten, ga er gewoon voorzichtig mee om, hou gepaste afstand, maak er eigenlijk eventjes een fotootje van. En ja, als je het niet zeker weet, of ik stel je herkent een ringslang of zo, nou dan is het geen enkel probleem. Het zijn gewoon slangen die we hier vinden. Maar stel je twijfelt toch, stuur die foto gewoon door naar de dierenambulance en dan gaan zij daar eventjes naar kijken. Want voor je het weet is het zomaar een giftige ontsnapte slang of een andere slang die daar niet thuis hoort. En dan komt de dierenambulance of komt de politie dat oplossen. Dan houden we het met z'n allen lekker veilig. En als iemand zijn slang kwijt is, dan kan hij zijn slang zo op die manier ook weer terugkrijgen. Of ja, je hebt dat je belt en dat het uiteindelijk een plastic cobra blijkt te zijn. En dat je er ook weer een geinig verhaal aan overhoudt. Ik werd zelfs gebeld door het Jeugdjournaal. We zijn ermee op het Jeugdjournaal gekomen. Dus het was een bijzondere dag. En het was zeker een melding die ik niet gauw ga vergeten. Gelukkig jongens, eind goed, al goed. De cobra, de plastic cobra, die ligt veilig in een vensterbank op de dierenambulance, lekker op te drogen. En het is allemaal goed gekomen. Oké jongens, ik wens jullie een fijne week. Ik zie jullie natuurlijk gewoon weer volgende week. En vonden jullie het nou een leuke video, vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En hier beneden te abonneren. En dan zie ik jullie gewoon weer over een week. Mazzel!